Ik word ziek, denk ik. Helemaal kut. Ik zit ook gewoon in mijn pyjama. Ik heb het koud. Keelpijn. Echt. Het voelt net of iemand mijn keel dichtknijpt. Ik moet altijd niezen. We ontsmetten de boel wel even. Auw. Ik denk, ik kan niet zo'n juicy video maken en dan geen wijn erbij drinken. Ik bedoel, you know. Dit is... Ik weet niet wat ik moet verwachten van dit. Nou, eventjes hoi. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik reageren op de documentaire van OnlyFans op Videoland. Can't wait. Ik heb hier al super lang op gewacht, eerlijk. Gewoon... Ik ben heel erg benieuwd wat deze mensen allemaal doen en uitvoeren en verdienen. We willen het weten. Ja. Zijn ze nou echt zo rijk of gewoon echt doen ze het helemaal voor die aandacht? Hoewel ik dus een heel klein beetje chagrijnig ben, is dat misschien ook wel echt de moed die we willen voor deze doc. Ik vraag me af, ik heb er wel zin in, maar ik heb geen idee wat ik ervan vind. Nou, er staan 3 afleveringen op Videoland en ik ga de eerste met jullie bekijken. Ik ga het opzetten en... ben ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Voor we gaan beginnen, ik heb hele leuke oorbellen in van mijn eigen sieradencollectie Stardust. Ik heb vanochtend heel vroeg ben ik opgestaan, zoals je ziet. Heb ik een busje gehuurd en heb ik dus gisteren, of de hele week heb ik mijn voorraad al ingepakt, genummerd en geteld. Want een bedrijf gaat dus mijn voorraad overnemen en voortaan voor mij versturen elke dag. Nou, super spannend, helemaal heen gereden vanochtend, alles overgedragen. Ik heb er echt een heel erg fijn en goed gevoel bij. Dus vanaf maandag wordt het gewoon echt knallen met die content en heb ik weer tijd voor nieuwe plannetjes. Ik heb vandaag de Cleo oorbelletjes in. Dit is 1 setje. En aan de andere kant heb ik ook 1 setje. Je kan ook natuurlijk 2 verschillende. Ik heb geen... Ik kan niet meer. Het lukt me even niet vandaag. Kortingscode geldt nog steeds. Ga naar liveofyvonne.nl voor de hele collectie. En vergeet natuurlijk niet YouTube 20 voor 20% korting. Op alle sieraden. Allemaal echt zilver. En echt 14 karaat goud. Goed. Sorry, het is echt heel onsmakelijk. Ja, oké. E-mails. Alright. Ik heb er wel zin in. Let's go. Oh. Wat heftig dit. Dit is echt heftig. Wauw. Oké, go. Dit filmpje inderdaad. We zien heel veel Ferry zien we in het filmpje. Ja, dat is ze. Yeah. Love you, Ferry. Ferry is mijn oud collega van week. Love you. Ja, mensen betalen dan zeg maar om jou te mogen volgen op OnlyFans. En ja. Je kan ook extra betalen voor extra foto's of extra filmpjes. Inderdaad, dat kan. Ik ben in contact gekomen met Leven van Wilgen. Dat is een van de grootste creators van OnlyFans. En hij zei van Ferry, waarom gaan we niet samenwerken? Ik zeg, waarom ook niet? Wow. Wow! Levi, 24. Ik zou het mijn hoofd niet voor omdraaien op straat. Maar 3,5 jaar op OnlyFans. Maandomzet ongeveer 65.000 euro. Ik ben Levi van Wilgen en ik ben 24 jaar oud. Ik ben 3,5 jaar geleden gestart met een OnlyFans kanaal. Lang geleden? 3,5 jaar? Ik ken het helemaal nog niet zo lang. Wow. Hij is wel top of the bill dan. We posten op expliciete foto's. Oh, hij heeft een jas aan en een trui. Wat verrassend. Dat je daar ook gewoon van schrikt. Een jas? Een trui? Geen porno. Oh, geen porno. Nou, ik kan wel zeggen in Nederland ja, dat ik een van de grotere ben. Yo bro, hoe oud is je schip op het moment?
Best goeie man, ik, als ik eerlijk ben. Dirk gaat weer lekker, Jim gaat lekker, dus wel oké okay, man. Dus jij bent ready voor een eventuele shoot aankomende zondag, OnlyFans? Cool man, ik doe het man. Ja. Oké, okay, zie je snel bro, ciao ciao, rustig. Cool bro, ciao. Is dit gay of is hij gay? Ik snap het even niet. Gaat hij nou met die andere een shoot doen? Levi, ja, ik ja, weet niet. Ik val er niet op, maar is het nou voor jongens of ik weet het niet. Oké. Oh, deze verdient maar 3 doezoe. Kan je ook wel zien aan de woonkamer, aan de inrichting. De clip-on-kast van Ikea. Nee, ik weet het niet. De vakjeskast. Nee. Ik ben Roos, ik ben 20 jaar. Ik doe nu een halfjaartje OnlyFans. En daar plaats ik eigenlijk ja, foto's en filmpjes van mezelf op. Mijn seksuele verleidelijke kant. Dus ja, fans kunnen er ook dingen aanvragen. Dus dat kan nog van. Ze hebben dezelfde wallen als ik. Het is vermoeiend aan mij, dit leven. Alles zou nog wat zijn. Chatten, €250 tot €600. Skype call, €20. Daar kon ik echt mijn nest niet voor uit voor €20. Skype call, €20. Wat moet je allemaal doen met die Skype? Moet je allemaal geld doen voor €20. Oh, dit kan je toch niet doen met een stalen gezicht, meid. Je kijkt er echt bij alsof je online de boodschap aan het invullen bent. Ja, je mag wel even betalen om met mij te chatten. Nou. Mensen kunnen ook met je chatten, je fans. Als een girlfriend experience koopt, ben je echt de hele dag door met hun in gesprek. Voor misschien... Een girlfriend experience? Een girlfriend experience? Zijn er mannen die dat willen? Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Hele eenzame. Oh. Een girlfriend experience. Wel een maand lang. Dus hey, goedemorgen. Hoe gaat je dag? Merk je... Vermoeiend. Als je ook echt een girlfriend bent, denk je al van oh. Goedemorgen. Ah. Goedemorgen. Hoe vermoeiend. Gewoon echt gesprekken voeren over een dag. Je hebt eigenlijk gewoon een fulltime baan eigenlijk. Sommigen die hebben verzoekjes, dus dan vraag ik wat voor verzoekjes ze willen, of ze een video willen, een foto. Do you prefer pictures or videos? En dan zeg ik hoor, a combination. Just let me know. Ik snap het al. Je gaat gewoon chatten om te upsellen. Je gaat chatten en dan ga je gewoon je shit verkopen. Ik snap het. Het is hier mijn lingerie. Het is allemaal voor de leuk, voor de foto's. Slipjes. Er zitten ook corsetten en zo bij. Deze vind ik heel mooi. Dit is een corset topje. Het komt dan dicht van de achterkant. Die ik van fans heb gekregen. Omdat ze heel schattig dit als voor Valentijnsdag. En een roze controller. Super schattig. Sommigen vinden het gewoon lekker leuk om cadeautjes te geven aan mij. Ik ga wel helemaal naakt. Tees, ik doe jerk-off instructies. Ik doe misschien een beetje dirty talk. Maar ik... Wat? Sorry, wat? Jerk of instructies? Wat bedoel je met instructies? Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je met instructies, maar? Ik ga niet met mezelf spelen, dus... Oh. Ik probeer wel transparant te zijn daarin, ja. Anders heb je altijd een boze fan op je dak. Oh, ze is echt, als grens van... Je mag alleen kijken hoe ik eruit zie. En doe jerk-off instructies, whatever that is. Maar ik ga niet met mezelf spelen en je mag ook niet mijn poenani zien. Nee, oké. Okay. Helder. En ik kon het toen nog niet doen omdat ik nog minderjarig was. Dus toen ik 18 was, ja, toen de beslissing gemaakt om het wel te gaan doen. Ze noemen ons... Cute!
Daar heb ik echt geen euro voor over, maar hartstikke cute. Cool, natuurlijk. Ja, zeker. Veel eyeliner, ik vind dat zelf wel sexy natuurlijk. Dus ik vind wel dat een mooie feature is. Maar schattig. Dit is voor jongens, want meiden... Meiden zijn niet zo op dit allemaal gericht. Jongens denken dat, hè? Wij meiden betalen hier niet voor, hoor. We don't care, hoor. Dit soort dingen. Dat weet ik gewoon. Dit moet voor homo zijn. Nee, maar mijn fans houden er natuurlijk ook van. Ik speel gewoon in op wat zij graag willen zien. Ik heb geen seksueel contact met andere mannen. Want dat is mijn absolute grens. Waar ik ook nooit over heb. Oh ja, hij zegt ook mannen. Dus oké, ja, sorry dat ik het allemaal even niet snap, hoor. Maar meiden willen dit helemaal niet. We willen gewoon... Oké, als je moet knap is, prima. Maar wij zijn niet zo seksueel georiënteerd, denk ik. Oké, ik weet wat je bedoelt. Tuurlijk. Dat zei ik ook niet. Maar ik bedoel... Wij geilen hier niet op. Mijn volgers zijn vooral gay mannen. Ik een hetero man ben. Maar ik ben wel heel erg open-minded. Ik heb helemaal niks tegen gay mannen. Ik hou echt van gay mensen. Gewoon heel veel van mijn vrienden zijn gay. Deze prostitute. Ze betalen ook je rekening, dus ik snap het. Ik vind het wel leuk. Oké, dus eigenlijk een hetero man. Beetje open-minded. Vindt het leuk om met de gedachten te spelen, met andere woorden. Vindt het leuk om zijn bankrekening vol te zien stromen. En heeft het er wel voor over. Ja, why not? Ik snap het. Natuurlijk allemaal, als je een beetje een goede bultje wilt, dan moet je een beetje warm maken. Zo noemen wij het altijd. Maar een beetje, zit je eigenlijk tussen foto's. Zo noem jij dat. Jij het ook, niet. Zit je een beetje zo met je hand in je broek. En dan een beetje friemelen en dan gaat die bordje vanzelf wel wakker. Dus, en dan ga je foto's maken en dan het werkt ook goed. Ik vind dat een mooie zo. Ja. Maar ik begin gewoon met bovenaf die ego dat je ons lichaam al ziet. Eigenlijk zijn het gewoon echt heel professioneel bezig. Ik zie echt ook nul soort van spanning tussen hun. Het is echt gewoon van, ah, deze angle is wel goed en dan doe ik even zus en dan doe ik even zo. Ik ben Rosanna, ik ben 29 jaar. Ik ben Niels, ik ben 30 jaar. En we zitten nu een paar maandjes op OnlyFans. Zo, sexy hoor. Ja? Mag je vaker aan? Ja. 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 Ik kan het schoonmaken. Nou. Uitdagende outfit en ja, waar je ook veel dingen ziet. Of... Het zijn toch twee mensen zonder enige uitstraling. Ja, mag je wel vaker aan. Ja, hè? Leuk hè, tijdens het schoonmaken. Ja, hahaha. Als je het denkt. Volgens mij hebben ze in de vrije tijd geen seks meer. Weet je wel? Zo ironisch, van twee pornosterren of twee... OnlyFans sterren die dan in het privé gewoon denken, yo, we bestellen Mac, we gaan tv kijken. Maar weet je, natuurlijk, dat werkt het beste, denk ik. En voor mij is dat vooral naakt, ja. Maar ja, weet je, daar betalen mensen ook voor, toch? Kijk, de rest kan je al zien op Instagram. Ik bedoel, dan sta ik ook een korte boekjes op. Als je dan moet betalen op OnlyFans om niet de rest te kunnen zien, ja, dat slaat het. Luister, al kreeg ik er geld voor, vriend. Ik snap niet wie jou betaalt. Wie betaalt jou voor dit? Ik ben zelf ook een beetje nog aan het twijfelen met hoe ver ga ik, wat ga ik precies allemaal nog posten. Dit wordt allemaal porno straks, XXX, gewoon keiharde porno wordt dit allemaal. Weet je weet het ook niet, als ik steeds ooit nog een baan of normaal wil gaan werken of zo, weet je dan... Dan zou dat misschien een probleem kunnen zijn, maar... Jij gaat nooit meer bij Kruidvat werken, nooit meer. Nooit meer kan je terug. Dan ga je de porno in, want je moet het geld. Je gaat nooit meer een normale baan vinden, krijgen, willen. Ga je niet doen. Je kan niet meer terug. Zit ik hier met Bjorn ook op weg dat hij blijft staan en zo wankel? Perfect. Oh, ik weet dus wat zij doen. Ik doe hetzelfde. Maar dan, het is al heel erg gekloond met je kleren aan. Laat staan dat je daar ook nog zo staat van ik moet daar ook heel geil gaan doen. Vrees. Precies waar ik trots op ben dus. Ja. Daar gaat zo de meid. Yes. Ik had gezegd van ik... De jobs! De moeder!
geld. Jongens, tjus. Ik ga gewoon eerst met lingerie beginnen. Gewoon ook om te kijken van, is het wel echt iets wat ik wil? Had ik een bewuste keuze daarin gemaakt? Uiteindelijk ben ik natuurlijk veel meer gaan doen dan alleen lingerie. Sommige dingen vinden ze nog steeds niet leuk dat ik doe, maar ze proberen het. Mijn vader maakt me dood, hè. Oh. Niet alleen maakt hij me dood, ook gewoon de teleurstelling. No offense naar mensen die dit privé of die dit zakelijk doen of zo. Professioneel bedoel ik maar. Mijn vader. Dat kan echt niet. Ik ben een keer door de FHM gevraagd voor een covershoot. En ik heb een nee gezegd van mijn vader. Mijn vader kan het niet aan. Heel eerlijk, het zou onze keuze niet geweest zijn. Ja, maar dat weet ik ook. Niet die van mijn man, niet die van ons andere kind en ook niet die van mijn familie en omgeving. Maar goed, zij heeft er goed over nagedacht. Ja, papa heeft het ook gewoon eerlijk gezegd van dat ik je steun erin betekent niet dat ik er achter sta, zeg maar. In eerste instantie hebben wij gezegd, hou het bij lingerie. Nou heb ik zelf met borsten niet zo heel veel moeite, maar er mag ook wel iets aan de verbeelding overgelaten worden wat mij betreft. Maar nu doe ik wel ook, ja. Dat weten jullie. Ja. Ja, sinds kort doe je ook wel. Ja, sinds recent doe ik ook. Ik deed allemaal borsten, maar dan deed ik of een emoji of een tepels heen of mijn hand of zo. Omdat ik heb zelf echt geen moeite met tepels, maar ik wist dat mijn vader het echt een no-go vond. Oh, zie je vaders. Vaders trekken dit niet. Oh, weet je wat het is? Je kan niet geld verdienen op OnlyFans als je gewoon niet eens je titel laat zien. Toch? Nee, dit wordt gewoon porno hoor, later. Dan dacht ik, nou, ik leef toch wel in zijn huis, dus daar kan ik wel een beetje rekening houden. Eerst begon ik echt met de soortgelijke foto die ik op Instagram had. En nu, dit soort dingen kan je niet op Instagram plaatsen, die ik nu plaats, zeg maar. Maar, Oeh, dan maak je mensen wel heel nieuwsgierig. Ja. Oh, die ma heeft echt geen idee. Die ma heeft geen idee. Oh. Die ma heeft geen idee. Als ze het ziet, dan denk je dat ze helemaal misselijk voor me wordt. En hier verzamel ik eigenlijk al je bonnetjes. Dus wat heb je gekocht? Welke datum? €3,12. Aftrekken die BTW. Maar nou willen we wel weer juice. Ze willen natuurlijk de raarste dingen zien. Nou, dan ga ik mijn stringetje op de post doen. Nou, wel sexy toch? Ja. Ik had een foto gepost op OnlyFans waar ik deze string aan had. Zat ik op een stoel. En een fan die wilde hem heel graag kopen. En voor €300 heeft hij hem gekocht. Ah. Lekker meid. Lekker bezig. Even op de PostNL. Ja, af en toe vind ik het wel een beetje een raar idee, weet je wel, dat mannen dan ondergoed van Rosanna zouden willen kopen. Weet je, in het begin dacht ik echt van ja, what the fuck, maar nu ook is het wel ja, lekker boeiend, weet je, ik verdien gewoon geld mee. Ik heb dus een keer opgezocht, zeg maar, waarom dat is dat mannen dat kopen. En dat is dus omdat mannen ja, geil worden van de geur van de vagina dan. Ik heb toch wel echt mijn grenzen. Dus ze willen zelfs mijn tampons kopen. Nou! Ja, voor €800. No! Wat zeg jij nou, vieze meid? Hier gaan we niet over praten. Pam! Een tampon. Ja, maar ja, dat gaat maar ja, dat doe ik niet hoor. Dat vind ik echt goed. Gelukkig. Ik ben Marvin. Ik doe zeg maar van sexy foto's van mezelf tot aankeiharde porno met één of meerdere mensen. In principe mag hij alles hier in huis, maar als hij een volledige pornofilm gaat opnemen hier, dan zou ik me denk ik misschien wel een beetje akkoord voelen. Wat heb je in die pose van jou heb je gezegd? Wat doe je? Hoe sta je geposeerd? Wat heb je precies aan? Nou, iemand die had een nylon fetish, dus die heeft mij deze panty gestuurd. Soms kom ik erbij liggen, als ze aan het werken. Het is wel nieuw voor jou, denk je, dit, hè? Ja, absoluut. Dus het is altijd wel spannend, maar... Oh, ik ga dit verder kijken. Dit is helemaal juicy. Die twee... Oh, zag je die vriend van die meid? Die was helemaal jaloers. Juice. Dit is leuk. Je moet het even kijken. Oh. Nou. Dit is echt juice om te kijken. Goed gedaan, Videoland.
Cheers. Cheers. Oh. Zul je net zien dat ik dit weekend gewoon ziek ga worden of zo? Oh, wat erg. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik kan niet eens opbrengen om over mijn sieraden te beginnen. Maar als je het leuk vindt, ga dan naar liveofyvonne.nl. Vergeet de kortingscode niet. YouTube20. Voor 20% korting op de hele collectie. Sieraden, goud, zilver. Noem maar op. Shine. Ik wil eigenlijk op de bank gaan liggen, maar ik ga dit nu snel editen. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Heel graag tot maandag bij de volgende video. En tjallas. Later.